Rotterdam kennen we natuurlijk van het Rotterdam Centraal Station. En natuurlijk de Euromast. En de Erasmusbrug. En dat kan ook allemaal in het klein. Waar? MiniWorld Rotterdam. Goedemiddag dames. Hi. Hi Tamara. Hi Jelle. Goedemiddag. Hoe gaat het ermee? Ja, goed. Gaat het goed? Ja, leuk dat je er bent, joh. Dankjewel. Dankjewel. Zullen we gelijk naar binnen gaan? Nou Tamara, we hebben vast een lekker plontje genomen in de Maas. Maar als ik hier in de verte om mij heen kijk, zie ik eigenlijk alleen het centrum van Rotterdam. Waarom is daarvoor gekozen? Nou, Rotterdam is een prachtige stad, vol moderne en bijzondere architectuur. En via miniaturen kan je dat heel goed laten zien aan de mensen. En wat het heel bijzonder maakt, is dat je op deze manier ook het Rotterdam van vroeger kan laten zien en het Rotterdam van nu. Dat loopt een klein beetje in elkaar over. Bijvoorbeeld het Rotterdam van voor het bombardement is nog een klein stukje te zien hier. Het Hofplein, zoals het was voor het bombardement in 1940, kan je gewoon nog in de geschiedenis terugvinden hier in miniatuur. En wat voor gebouwen kan ik hier dan ook nog eens zien? Zo hebben we de Holland-Amerika-lijn, het Hotel New York. Nieuw Amsterdam ligt hier in de Maas, vlak naast ons. Van de Holland-Amerika-lijn? Van de Holland-Amerika-lijn, okay. Inderdaad. Ja. Maar ook polderlandschappen, typisch Nederlandse polderlandschappen met ook de hoogteverschillen en waarin met sluizen en molens de strijd tegen water te zien is. En een klein tipje van de sluier is dat er misschien wel internationaal nog iets gezien kan laten worden. Engeland-Schotland. De Highlands van Engeland-Schotland, ja. En worden die miniaturen allemaal hier op locatie gemaakt? Alles wordt hier gemaakt, met de hand gemaakt, uitgetekend via AutoCAD, gefreesd in machines. Dus allemaal handwerk. Oké, okay. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Kunnen we een kijkje in de keuken krijgen? Ja, natuurlijk. Ja? Gaan we even achter de schermen Zeker kijken. Doen. Van de meest gehoorde commentaren van mensen is een Rotterdam in miniatuur, daar hoort de Kuip in. En daar wordt nu heel hard aan gewerkt.